En André, ik zei al, ja, ik kan me voorstellen dat jouw handen beginnen te jeuken van al de informatie die al voorbij is gekomen. Je zag net ook Bogdan Ferenc in een filmpje. Je hebt in een boek meegeschreven over Oekraïne vanuit de progressieve perspectieven op wat er met de oorlog gaat gebeuren. Je hebt net ook Nicolaas Kwak van Ermel over praten over de historische context. Dus ik kan me voorstellen dat je nu boordevol met opmerkingen zit. Maar ik ga proberen, André Geerts, een professor in Leiden, geopolitiek, internationale politiek. Dus je hebt waarschijnlijk veel gedachten. Ja, je vergeet. Natuurlijk, je vergeet het belangrijkste, dat ik ooit nog voorzitter ben geweest. Vriend van de stichting, oud-voorzitter van de ANU. Voorzitter van de ANU. Ja, Alfred Moos is een voorloper van ons. Dus de perfecte persoon om hier aan het woord te laten. We zijn nu zo'n 500-600 dagen in die full-scale invasion bezig. En ondertussen is er natuurlijk heel veel gebeurd in de wereld. Mede dankzij die invasie. En omdat we natuurlijk heel veel dingen in het nieuws allemaal hebben gehoord, zou ik vooral ook maar een bespiegeling willen van jou. En neem daar ook in mee wat je wil. Wat is er nou veranderd in de geopolitieke situatie nu dat conflict door blijft slepen? Daar maar eens mee beginnen. Zo, dat is op zich al niet niks. Nou, vanuit Oekraïns perspectief kunnen we denk ik geen andere conclusie trekken dan dat de situatie eerder verslechtert dan verbetert. Ik geloof niet dat er zozeer sprake is van, laten we zeggen, teruggang van solidariteit met Oekraïne. Binnen die samenleving en binnen die staten die de kant van Oekraïne in dit conflict gekozen hebben. En dat is lang niet de hele wereldgemeenschap natuurlijk. Maar wat we wel zien, zowel in de Verenigde Staten als in Europa, dat is een groeiend gevoel van onbehagen over het verloop van de oorlog en vooral over het perspectief in deze oorlog. Als je Amerikaanse stukken kijkt, Amerika kwam hier net al even ter sprake. De situatie is daar vanaf gevaarlijk. Dat is de angst dat de Amerikanen zich voor de zoveelste keer begeven in een oorlog, of begeven hebben in een oorlog, die in feite eindeloos is, waar geen exit-strategie in zit. En dat is wel een sentiment, een politiek sentiment, en dat is op zich natuurlijk een slecht teken voor de oorlogsinspanning in Oekraïne. Aan de andere kant is het ook wel een legitieme zorg, zou ik denken, want ik heb al een jaar geleden een stuk geschreven, verschillende stukken, waarin ik mij afvroeg hoe het Westen zich massaal in een militair conflict heeft kunnen storten, zonder dat het een idee heeft hoe zich daar uiteindelijk weer uit te werken. Ja, de overwinning van Oekraïne, de militaire overwinning van Oekraïne. En daar zullen we het misschien wel even over hebben, maar ik heb altijd het idee gehad, ook in Nederland, dat het gemak waarmee gesproken werd over de mogelijkheid van de Oekraïnse overwinning in dit militaire conflict, eigenlijk meer gebaseerd was op wensdenken dan op realiteitszin. En eerlijk gezegd denk ik dat dat nog steeds het geval is. Nou, even over die geopolitieke bespiegeling waar je naar vroeg. Het Westen, het collectieve Westen zoals Poetin dat noemt, maar met het Westen bedoelen we natuurlijk ook die landen zoals Nieuw-Zeeland en Australië en Japan, die niet in het geografische Westen liggen, die hebben natuurlijk vanaf het begin een strategische inschattingsfout gemaakt. Dat is het idee dat al die landen die zich kritiek hebben op de Russische invasie van Oekraïne, en dat was driekwart van alle lidstaten van de VN, dat die ook het Westen zouden volgen in het sanctieregime ten aanzien van Rusland. En dat is absoluut niet het geval geweest. Dus je zou zelfs, als je er een beetje cynisch tegen aankijkt, kunnen zeggen dat in de huidige mondiale politieke constellatie het net zozeer het Westen is dat zich heeft geïsoleerd van een belangrijk deel van de rest van de wereld in dit specifieke conflict, dan dat Rusland zozeer geïsoleerd zou zijn, want dat blijkt maar in zeer beperkte mate het geval. Nou, er zijn al een aantal dingen die ik naar voren haal, en het eigenlijk het allerbelangrijkste vraagstuk waar ik zelf ook mee worstel, dat is het vraagstuk van hoe moeten wij nou vanuit het Westen denken over de mogelijkheid of de onmogelijkheid van een staakt het vuren en uiteindelijk een soort van consistente, bestendig vredesakkoord. Hebben wij het recht om de Oekraïners ervan te proberen te overtuigen dat wellicht een staakt het vuren en een aantal politieke afspraken die daarna gekoppeld worden meer in het belang van Oekraïne zijn dan het doorzetten van de oorlog? Is dat moreel en is dat politiek aanvaardbaar? Nou, die morele kant is natuurlijk het ingewikkeldste in feite, maar ik zou willen beweren in navolging van een
vooraanstaande Amerikaanse politieke wetenschapper, die diezelfde vraag opwierp en zei, ja, stel dat je vrienden op het punt staan iets te doen waarvan jij overtuigd bent dat het niet in hun belang is. Heb jij dan het recht om ze te proberen ervan te overtuigen dat niet te doen? Antwoord erop is natuurlijk positief. Het antwoord is ja, dat recht hebben wij. Ik zie eigenlijk al heel lang geen militaire oplossing voor dit conflict. Geen van beide partijen, nog Rusland, nog Oekraïne, is in staat om de politieke doeleinden te verwezenlijken met militaire middelen. Dat is mijn uitgangspunt om in ieder geval op te roepen, harder te denken over de mogelijkheid van een staakt het vuren. Ongeveer een half jaar geleden werd ik benaderd door een aantal mensen, collega's en anderen, of ik een petitie wilde ondertekenen dat de Nederlandse regering zich harder moest inspannen voor een vredesverdrag in plaats van militaire steun. Die open brief is verschenen in de NRC, misschien ook wel in de Volkskrant. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik op dat moment dacht, militair is het nog lang niet zo ver gekristalliseerd in dit conflict, dat dit nu al in het belang van Oekraïne is. Maar, als we kijken naar hoe het Oekraïense offensief vanaf afgelopen zomer zich heeft ontwikkeld, kunnen we eigenlijk geen enkele andere conclusie trekken dan dat het dramatisch is. Ja. Dat is ik was overigens van die Utrechtse docenten, toch? Die ben de naam even kwijt. Maar dat is inderdaad een beweging geweest een tijd geleden. Maar de reactie daarop, want je geeft aan als het nu achter de frontlinie niet verandert, er wordt keihard gerussificeerd daarachter. Ja, en dat voelt ook als een onacceptabele situatie. Zeker. Kun je daar dan wel mee leven? Nee, kijk, de ideale oplossing is er niet. Maar ik denk dat we toch rekening moeten houden met machtsverhoudingen. En Oekraïne is qua omvang een vierde van de Russische Federatie. Oekraïne is militair geheel en afhankelijk van het buitenland. Nou, ik heb het net al over gehad hoezeer daar wat aarzelingen in moeten ontstaan. Als ik pleit voor harder nadenken over een ceasefire, wapenstilstand, sorry, dan is dat niet vanuit sympathie met de Russen, helemaal niet. Ik ben het helemaal eens met degene die heeft gezegd dat deze oorlog een kwestie is van een Russische aanval of van een agressief conflict. Maar als je kijkt hoeveel moeite Oekraïne militair heeft om zelfs maar een zeer beperkt territorium terug te winnen, dan is het bijna moreel niet meer aanvaardbaar, zou ik willen zeggen, om deze oorlog voor te zetten. Dankjewel. We gaan nu via Joris naar Ludmila. Dus sorry dat we eventjes één opslaan, want ik kom ook nog een vraag achteraan. Joris, Thijssen, nee, ja, we hadden natuurlijk een tijd geleden Katty uitgenodigd, maar jij zit gewoon in die fractie, in die debatten en voert ook het woord over buitenlandzaken. Dus de vraag net zo goed aan jou, legitiem. Heb jij een verandering gezien in onze vrienden en opponenten in geopolitieke zin, in de afgelopen tijd, nu het langer begint te duren, het conflict? Wat is jouw observatie? Misschien kun je al aansluiten of misschien ingaan tegen bepaalde punten die Andreas juist maakt. Ja, we zien natuurlijk wel wat gebeuren, maar misschien voordat ik daarop inga, wil ik wel gewoon even heel duidelijk stellen dat de PvdA GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer heel duidelijk heeft gezegd, deze oorlog hierin steunen wij de Oekraïne. Omdat de Oekraïne een oorlog aan het vechten is tegen een agressor die inderdaad een aanvalsoorlog is begonnen, die hun integriteit, die hun landsgrenzen over is gegaan. En wij vinden dat de Oekraïne zich het recht heeft om zich te verdedigen. En het is zo belangrijk dat de Oekraïne zich kan verdedigen omdat zij staan voor dezelfde waarden waar de Europese Unie voor staat. Namelijk democratie, rechtsstaat. En dat zijn onze waarden. Vrijheid, politieke vrijheid. En dat zijn onze waarden. Dus de oorlog die zij daar voeren, die voeren zij ook voor ons. Ja, bijna namens ons, maar die voeren zij voor ons. En dus verdienen zij onze steun. En daarom steunen wij ze ook voluit als PvdA. Ja. En om ook in te gaan op het morele dilemma wat u net schetst over van ja, hoe komen we uit deze oorlog? En moet er misschien nagedacht worden over een staakt het vuren? Dat is niet aan ons wat ons betreft. Dat is aan de Oekraïners. Het is hun land. Het zijn hun mensen die daar sneuvelen. En het is aan hun op een gegeven moment te zeggen, ja, we willen iets anders van een militair conflict en we gaan proberen daar te komen. Want het is ook niet eens van de Oekraïne. Maar wel wezen, deze oorlog is begonnen door de Russen. Niet door de Oekraïne. Dan over, is er dan minder steun voor de oorlog, voor de steun aan deze oorlog, voor de steun aan Oekraïne?
daar zie je natuurlijk wel het een en ander gebeuren. En je ziet bijvoorbeeld ook in Nederland dat een partij als Partij van de Vrijheid daar ook wel vraagtekens bij zet. En wat ik daar zie is een totale gelijkenis wat de Partij van de Vrijheid ook doet bij bijvoorbeeld steun voor klimaatbeleid. Want zij zeggen, waarom zouden we al dat geld steken in het vergroenen van die industrie? Of waarom zouden we dat geld steken in Oekraïne, terwijl er hier in Nederland 800.000 mensen in armoede leven? Ja. Laat het besteden aan Nederlanders. Nou, ik vind ook dat het onacceptabel is dat er in Nederland, in een land dat zo welvarend is, dat er 800.000 mensen in armoede zijn. En daarom hebben wij niet alleen ons verkiezingsprogramma dat we dus Oekraïne steunen, maar dan hebben wij ook de oplossingen om die 800.000 mensen een leefbaar loon te geven, om het minimumloon omhoog te brengen, om de uitkeringen omhoog te brengen, om de belasting op arbeid te verminderen. En we laten zien in ons verkiezingsprogramma dat je dat kan financieren door de rijken wat hoger aan te slaan, door de bedrijven een eerlijke bijdrage te laten. Dus op die manier kun je, is het geen of-of vraag, wat heel vaak wordt gezegd. Het kan allebei, dat laten wij zien. Dan brokkelt de steun af. Nou, in Nederland volgens mij niet. Volgens mij is het overgrote deel van het parlement en van de Nederlanders voor steun aan Oekraïne. Volgens mij is dat in Europa voor het grootste deel ook zo. Je ziet wel in Polen en in Slowakije natuurlijk wel dat daar om politieke redenen, omdat de verkiezingen zijn, toch wordt gezinspeeld op nationalisme. En dan toch. Nou, ik denk, Hongarije is wel weer een klasse apart. Ja. Als Orbán, Champions League. Als Orbán naar China reist om daar Poetin te ontmoeten en daar even bij te zijn, dat is natuurlijk gewoon een klap in het gezicht van de Europese Unie. En dat is gewoon, dat weten we al langer. Wat dat betreft is je met Orbán gewoon echt wel een probleem binnen de Europese Unie en hoe we daarmee moeten gaan. Het is heel knap hoe je het hebt gedaan, maar je hebt het tweede en het derde thema ook allebei al aangeraakt. Ah, dus ik kunnen we. Ja. Jij bent weer klaar, ik had terug naar de kamer, jongens. Nee, dankjewel, want die punten gaan we ook verder uitwerken. Ik zou ook graag Lumila het woord geven van Ukrainians in Nederland Stichting. Ja. Nederlands of Engels mag je allebei doen, maar ik weet dat je ook Nederlands spreekt. Ja, dus, van dank dat wij kunnen hier werken en is toen dan Nederlands. Ja. Dus dank. En de vraag, want dan ga ik meteen ook een stapje weer verder. Ja. Het tweede thema gaat ook over Europa. Ja. Waarbij de vraag is, Ukrainians in Nederland, Foundation, je hebt dus de steun hier misschien ervaren. Daar kun je misschien wat over vertellen, maar in heel Europa zijn dit soort bewegingen. Je hebt landen die heel veel Oekraïnse vluchtelingen opvangen. En je hebt zelfs gesprekken over Oekraïne in de EU. Dus voordat we bij de Nederlandse dimensie komen, ben ik ook heel benieuwd naar of jullie als diaspora door heel Europa daar ook bij betrokken zijn. En hoe jullie zelf ook dat pad zien naar een Europese toekomst voor Oekraïne. Ik heb heel veel hier vandaag gehoord. Beide kanten ook. Kijk, wat betreft Oekraïne, dat alles draait om historische verhalen, geschiedenis, alles erop aan. Nu is het de situatie. Wat betreft mijzelf, vanaf 2014, toen nog bij MH17, was definitief duidelijk dat de Nederlandse regering staat voor Oekraïne. Je geeft aan, we kunnen niet stoppen, dan verdwijnen we. We kregen net ook wel een oproep op basis van de analyse van hoe lang het gaande is. Van, als je tegen een vriend zou zeggen, is er een andere manier dan waar je nu... Ik heb in mijn telefoon meerdere doden dan levenden. Ja. Omdat ik ben volontair. Vanaf 2014. Ja. En wat? Of net als ik zei, of wij verwijderen, of wij moeten naar voren. Ja. Dat is ook pas duidelijk in deze zomertijd, dat die aanvraag van 300 hamers of nog wat. Jullie kunnen met 100? Ja, wij gaan. Met 30 ook? Ja, wij gaan. Met 30 kasken? Oké, wij gaan. Wij moeten gaan. Ik ben wel heel erg geïnteresseerd om dan nog een vervolg. Dankjewel. Ik wil ook nog een opmerking maken. Okay, ja, dat draait inderdaad. Dat draait alles rondom geschiedenis. En ik probeer deze jaar even verschillende geschiedenisspecialisten naar Nederland te halen. Maar voorlopig lukt het niet, omdat iedereen is bezig. Omdat te veel behoefte is om over Oekraïne te kwijt te komen.
Iedereen wil wat weten. Alle onze belangrijkste geschiedenisspecialisten zijn bezig, zo, boven de kop, om laten te horen wat precies is Oekraïne, welke belang is in de wereld van haar. Maar jullie ook hebben op eigen winkels allemaal gezien. Toen alles begon, dat was helemaal geen olie en mijn in de winkels. Dat is ook duidelijk. Ja, we zijn in die zin ook van elkaar afhankelijk en verwoven. Wij zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Ja. Dat is ook zo dat Oekraïne ook in de Sovjet-Unie toen, dat was ook niet helemaal gesloten de wereld. Sowieso, granen gingen overal naartoe, olie ging overal naartoe. Nu met de hele politieke situatie, voeding blijft gewoon op hoge punt staan in de wereld. Dankjewel. Ik zou graag een reactie van André, want ik begrijp in het panel hebben we eigenlijk wel twee verschillende geluiden nu, van wat is een weg naar vrede. Het toch voorstellen van een vredesakkoord, ook wel met inachtname van de wensen van Oekraïne, maar we horen, de wens is eigenlijk, dat is onmogelijk, we moeten doorgaan. Hoe reageer je daarop? Nou ja, kijk, ik vind ook dat het aan de Oekraïners is, aan de Oekraïnse leiding en de Oekraïnse bevolking, of ze wel of niet serieus willen gaan nadenken over staking. Ja. Alleen in de praktijk werkt het gewoon niet zo. Oekraïne is bijna voor 100% afhankelijk voor zijn militaire inspanning van anderen, van het Westen. Dus het is onvermijdelijk dat het Westen een stem wil hebben in wanneer, hoe, op welke wijze en wellicht met welke gevolgen Oekraïne en de Russen uiteindelijk zullen gaan onderhandelen over een staakt-het-vuur. Dat is onvermijdelijk, want Oekraïne is geen vrije actor hierin. Oekraïne is afhankelijk van het Westen. Dus uiteindelijk denk ik dat, zoals zoveel conflicten, uiteindelijk zullen worden beslecht door de grote mogendheden. De grote mogendheden zullen uiteindelijk, en Rusland is een van die grote mogendheden, ondanks alles, zullen uiteindelijk de verhoudingen tussen die grote mogendheden zullen de doorslag hebben. Het spreekt voor zich dat Oekraïne op het slagveld een zo sterk mogelijke positie moet hebben om een zo sterk mogelijk uitgangspunt te hebben voor die vredesbesprekingen. Maar dat daar uiteindelijk meer mensen over gaan dan alleen de Oekraïners, daar ben ik van overtuigd. Nee, precies. Maar dan zijn dus die mensen die erover gaan, als het even breed trekken, Europese, Amerikaanse mogelijkheden nu met name, die de steun geven. Chinezen aan de andere kant. Maar het risico en de les die we hebben moeten trekken uit de Tweede Wereldoorlog is dat er appeasement plaatsvindt. Het is niet de eerste keer dat Poetin landje grab gaat doen en als we hem dat dan geven, dat je de eerstvolgende conflicten weer ziet aankomen. En niet alleen door Rusland, maar ook door China. En dan trekken we toch weer terug naar vraag 1. Dan blaast ook weer de geopolitieke orde op. Ben je dan bang voor wat er gebeurt als je wel concessies gaat doen? Ja, ik zie je punt, maar ik zou ten eerste niet willen spreken over appeasement. We hebben voor, wat zal het zijn, Amerika en Europa bij elkaar toch ruim 100 miljard aan wapens in dit conflict gestopt. Maar dat is een enorme inspanning, dat is nooit eerder gebeurd. Dat is een equivalent daarvan bestaat niet. Dus dat is één piece met ten aanzien van Rusland, zou je kunnen zeggen. Daar was sprake wellicht van na 2014, na de annexatie van de Krim. Maar zelfs dat niet. Appeasement, daar zit echt de politieke lading in van weigeren iets te doen om een werkelijke of potentiële agressor af te schrikken. Nou, we hebben te weinig gedaan na 2014. Ik weet niet wat we hadden moeten doen om Poetin ervan af te houden om in dit geval 8 jaar later alsnog Oekraïne binnen te vallen, maar dat is een ander iets. Kijk, we moeten natuurlijk wel zorgen dat ons buitenlands beleid effectief is. Buitenlands beleid dat voornamelijk dient om ons zelf een schouderklopje te geven, dat is lekker, maar dat zet niet veel zoden aan het einde. Ik heb ook niet gezegd trouwens in mijn korte inleidende praatje dat de steun voor Oekraïne terugloopt. Dat is niet het geval, want er is geen alternatief. Er zijn heel weinig mensen die eerst Oekraïne steunen in dit conflict, en vervolgens dachten, ach nee, Poetin heeft eigenlijk gelijk, ik steun de Russen. Zo werkt het niet. Wat afneemt is het idee dat deze oorlog van de Oekraïnse kant militair te winnen is. Recente Amerikaanse publieke opiniepeiling wijst erop dat meer dan 50% van de Amerikanen vindt dat de Amerikaanse regering nu moet inspannen bij gebrek aan een beter alternatief
moet inspannen voor een niet-militair einde aan dit conflict. Dus de steun blijft wel bestaan, maar ik zie wel een veranderend sentiment over hoe deze oorlog moet worden beschreven. Ja. Dankjewel. En nog heel eventjes naar Joris. Dank je. We moeten het is samendelen, solidaire sessie. Ja, toch? Ja, het begon er ook al een beetje over in het verkiezingsprogramma. Het eind van het punt wat ik bij Ludmilla ook maakte is, er is een route naar Europa voor Oekraïne. En we hebben daar een keer met z'n allen een referendum over gehad. Dat vond ik persoonlijk niet mijn favoriete politieke ervaring in Nederland. Maar als we nu zeggen, jullie komen bij de Europese Unie, kan ik me voorstellen dat los van de kleine scheurtjes in de support die je van een PVV hoort, waarvan ik me dan afvraag, Wilders, als jij in Amerika had gewoond in 1942, dan hadden we hier nog steeds Duits gesproken. Dat slaat wat mij betreft helemaal nergens op. Maar dan gaat wel een grotere groep Nederlanders misschien moeite hebben met dat perspectief. Heb je het idee dat in Nederland nog goed te verkopen is? De route van Oekraïne naar de Europese Unie? Om maar even een vraag te stellen. Nou ja, die is wel wat uitdagender, denk ik. Kijk, als GroenLinks PvdA zijn wij er in ieder geval heel duidelijk in. Wij vinden dat er echt een perspectief moet zijn voor Oekraïne om bij de Europese Unie te gaan. Maar wij vinden ook dat daar een aantal criteria voor zijn afgesproken wanneer de Europese Unie kan uitbreiden. En daar moet je wel echt serieus naar kijken, ook voor Oekraïne. En daar moet je niet in gaan marchanderen, want er komt nogal een land bij. Er zijn ook nogal andere landen die in de wacht, of die ook wel zouden willen. En we moeten natuurlijk uiteindelijk zorgen dat de Europese Unie aan tafel is. In de besluitvorming en hoe de Europese Unie functioneert. Hoe we dat doen met geld en met alles. Maar daarnaast moeten de landen die erbij willen natuurlijk ook echt wel klaar voor zijn. En dat moet niet eindeloos duren. Dus het moet echt wel een vooruitzicht zijn waar ze naartoe kunnen werken. Maar we moeten ook niet doen alsof dat morgen geregeld is. Want dat is ook niet zo. Ja, een beetje wat Ties ook zei, maar als je iets belooft, moet het ook echt wel waargemaakt kunnen worden. Ik heb ook even, ik vind het ook heel fijn dat er met zoveel mensen zijn die misschien een vraag willen stellen. Ik wil nog één vraag naar jou, Ludmilla. Want we horen net een klein beetje van kleine scheurtjes in de support vanuit de politiek. In Amerika heel duidelijk, maar ook in Nederland. Voor het ondersteunen, met name in militaire zin van Oekraïne. En we gaan een verkiezingsperiode in. We doen nu expres een verkiezingsperiode. Als je nou een korte pitch zou mogen houden voor een Nederlandse kiezer, als iemand die dus namens de Oekraïnse diaspora al jarenlang hier actief is, wat zou je mee willen geven aan een Nederlandse kiezer, wat ze moeten meenemen straks in de stembus? Als Oekraïne bij de Europese Unie zou kunnen horen, dat wordt helemaal niet verkeerd, omdat Oekraïners zijn hele goede werkers en kunnen heel goed overal in. En zij hebben heel goed tegelijk overal, op ieder land waar zij naartoe gekomen was, waren helemaal niet lastig voor niemand. We werken hard, we zijn niet lastig, ja, dat is al heel fijn. We werken hard, onze mannen blijven eigen huis verdedigen, onze vrouwen zijn weggevlogen, maar toch iedereen kijkt. Wat ik zie, helemaal slim, prima netjes. En allemaal gewoon... willen gewoon in, omdat dat is echt serieus deelneming tussen of Europa blijft sterker met Oekraïne of Poetin blijft sterker met Oekraïne. Dat is keuze. Dat is keuze. Dankjewel. En op ieder geval van Oekraïners in Nederland, ik wil alvast bedanken iedereen dat het zo... steuning was altijd, binnen die alle jaren en de laatste twee zeker. En ik heb meegemaakt die verkiezing, die referendum in 2016 met die eenmanse partij Jan Roos op fiets. Dat herinner ik mij heel goed. En dat was zo kort mogelijk over Maar die werd echt goed een grote rol gespeeld. Ja. Nou ja,